Ik heb zelfs een titel voor deze toespraak en die heet Kom in Verzet. Want heb je dat nou ook, dat je 's ochtends wakker wordt met een hevige knoop in je maag, dat je denkt wat zal er nu weer gebeurd zijn vannacht? Laat hij de moslims al deporteren, worden de transgenders al opgepakt en in strafkampen gestopt? En die Mexicanen, hoe staat het eigenlijk met hun burgerrechten? En die arme illegalen in Amerika, er zijn er miljoenen van geloof ik. Dat zijn allemaal arme en doodsbange mensen nu, die moeten vrezen voor hun bestaan en misschien wel voor hun leven. Je zou ze eigenlijk stuk voor stuk een hart onder de riem willen steken. Inmiddels al meer dan een maand sinds Donald Trump in het Witte Huis zit, het Witte Huis in bezit nam, zo zie ik dat, gaat het bij ons thuis zo. Ik word wakker, ik ben chagrijnig, mijn geliefde is ook chagrijnig, we kijken elkaar aan en we vragen ons af, hoe komen we in godsnaam deze nieuwe dag weer door? Soms huilen we dan een beetje, maar het helpt ook weinig, maar wat wel helpt af en toe dan, dat is als ik me voor de koffie en het ontbijt nog alvast even uitleef op Twitter. Lekker Trump-versteer zoals Wierd Duk pesten of die fascistoïde Wilders uitdagen. Dat vind ik leuk. En soms ben ik ook nog wel enthousiast te krijgen over iets, gelukkig nog wel. Bijvoorbeeld als er weer ergens een vrouwenmars wordt georganiseerd tegen Trump. Of als een internationaal abortusfonds wordt opgericht door Lilianne Ploemen. Dan roep ik dingen als godverdomme Ploemen, ben jij even goed bezig? Zo laat ik zien dat ik deug, net als Lilian, dat we met z'n allen, wij mensen aan de goede kant van de geschiedenis, aan de goede kant van de streep staan. En dat wij misschien nog iets kunnen betekenen voor deze wereld. Iets kunnen veranderen, dat vind ik heel inspirerend. Die wereld, dames en heren, is compleet veranderd en, nou ja, u weet hoe het is zwaar kut. Eigenlijk kun je het niet anders zeggen en mooier kunnen we het ook niet maken. Want het fascisme, dat smerige fascistische monster, kijkt ons in al zijn lelijkheid recht in ons gezicht. En het is opnieuw onze levens binnengeslopen. En we hebben er niets aan gedaan om dit te voorkomen. Dat maakt me zo razend eigenlijk. Weet je, dat je achteraf denkt, waarom waren we niet daar in de Verenigde Staten? Waarom hebben wij, Sarah en ik en anderen, die Amerikanen niet gewaarschuwd, gewoon ter plekke dat ze erin worden geluisterd? Waarom voerden we geen campagne voor Hillary toen het nog kon? We zaten hier op onze luie reet in het café of voor de buis, avond na avond, een beetje te schamperen over die maffe oranje aap, die dacht dat hij de presidentschap zomaar kon opeisen. Wat maakt ons vrolijk over die paar opiniemakers, mensen zoals die Wierd Duk, die menen dat Donald Trump een kans had op het Witte Huis. Van die altijd zure, naargeestige mannen van middelbare leeftijd met hun eeuwige pakken. En als het eens geen man is, dan is het een vrouw als Marianne Zwageman, alsof dat een verbetering zou zijn. In een van die flutprogramma's van die omroep WNL, die Trump menen te moeten verdedigen. Weet je, wat walgde ik van ze. En nog, voor ons stond vast dat Hillary als eerste vrouw president zou worden in de Verenigde Staten. Hillary, de vrouw van Bill. Bill die ooit door onze vrienden van BKB naar Nederland was gehaald. Het voelde alsof wij via BKB een rechtstreekse draad hadden met de Clintons. En daardoor ook een beetje met de Obama's. Hij heeft er ooit een fijner en mooier stel in het Witte Huis gewoond dan Barack en Michelle met hun prachtige kinderen. Nou dan. Maar ja, mooi niet dus. En nu? Nu kijken we naar die triomfantelijke smoelen van die types die nu zeggen, I told you so, echt, ik kan ze niet uitstaan. Ze willen ons iets zeggen, die smoelen, namelijk dat wij samen met onze generatiegenoten en onze ideologische kameraden in Amerika een afspraak met de geschiedenis hebben gemist. Dat wij geen idee hadden wat zich werkelijk afspeelde in de Amerikaanse samenleving. En ook in de onze trouwens, als ik eens kijk naar de populariteit van Wilders. Wat die grijnzende, triomfantalistische koppen van mensen als Wierd Duk ons zeggen is, jongen, je kunt jezelf wel fantastisch vinden en cool, maar je hebt geen enkele voeling met de gewone man. Voor wie jij zegt op te komen, met wie jij als linkse jongen zogenaamd solidair bent. Die arbeiders in de Rust Belt die op Trump stemden, al die mensen in die flyover states, het type mens dat je hier in Nederland tegenwoordig tegenkomt in wat tegenwoordig Middelland heet. Met hen zouden wij het contact zijn verloren. En dames en heren, ik haat dat. Ik haat het omdat ik die psychics met hun grote bek het niet gun. Maar ook omdat ik besef dat zij voor een deel gelijk hebben. Ik heb immers geen binding met die Trump-kiezers. Net zo min als met die maloten hier die vinden dat ze op Wilders moeten stemmen. En ik zal eerlijk zijn, ik wil die binding ook helemaal niet. Het zijn botte racisten, Engels, agressieve islamofoben. Ze willen mensen zoals ik en mijn vrienden, linkse activisten hier uit Amsterdam en de andere grote steden. Eigenlijk willen ze ons het liefst vernietigen. Ik weet het zeker, ze haten mij, ons, uit het diepst van hun binnenste. Ik zeg binnenste, want of ze een hart hebben, waag ik te betwijfelen. Moet ik me met hen solidair verklaren dan, omdat zij ontevreden zijn met die losers van het globalisme, met de slachtoffers van de open grenzen? Ja, hoe dan? Geert, misschien weet je dat jij het weet. Dit is de kloof, mensen, de kloof waarvan ik vrees dat die onoverbrugbaar is geworden. En laat ik het hier dan vanavond maar bekennen, hier in de balie. Ik ga ook geen moeite meer doen om mijn vijanden, want zo beschouw ik ze tegemoet te komen. Niet meer sinds de muslim ban en niet meer sinds Trumps aanvallen op de vrije pers. En eigenlijk al niet meer
Sinds Wilders minder riep. En nu weer sinds ze laffe weglopen bij de aankomende debatten, omdat meneer weer is beledigd. Hij is altijd beledigd. We kunnen ons de moeite besparen die mensen aan de overkant van de kloof ervan te overtuigen dat ze worden misleid en gemanipuleerd. Wat we hen ook zeggen of wat we hen ook toeschreeuwen, het is altijd fake voor deze mensen. Fake nieuws, fake zus, fake zo. Luisteren doen ze toch niet meer. Ze willen misleid worden. Oké, nou ik gun ze inmiddels hun illusies. Daarom grijp ik vanavond de gelegenheid aan om mee te delen dat wij geen pogingen meer gaan ondernemen om de kloof te dichten en te verbinden. Integendeel, wij gaan ons activisme tegen Trump en Wilders intensiveren. Dat komt vanwege het enorme succes van Resist. Zoals u waarschijnlijk weet, organiseerden wij kort geleden out of the blue een protestavond in het pakhuis De Zwijger hier in Amsterdam om het abortusfonds van Lilianne Ploemen te steunen, dat weer een reactie was op het besluit van Trump om de financiering van internationale hulporganisaties voor vrouwen stop te zetten. Dat was een hele mond vol. De opkomst was overweldigend en het gevoel van verbinding en saamhorigheid was grandioos. Er was muziek, er waren sprekers, we raakten allemaal ontroerd. En wat mij vooral inspireerde, dames en heren, was het feit dat er zoveel jonge mensen op waren afgekomen. Die hadden toch gewoon op een doordeweekse avond de moeite genomen om op de fiets naar die zaal te komen om met z'n allen te laten zien dat we niet pikken. We pikken het niet dat extreemrechtse nationalisten als Trump en Wilders de vrouwenrechten schenden, dat ze van onze moslims de nieuwe joden maken, dat ze vluchtelingen neerzetten als ordinaire gelukzoekers. Het zijn toch mensen die hebben geleden onder oorlog en terreur, onder bombardementen. Dat alles wat links is, een strijd voor een betere en rechtvaardige wereld, door hen snerend belachelijk wordt gemaakt. Daarbij geholpen door bepaalde media en opiniemakers als Duk, nou ja, u weet wel, die mensen waar ik op doel. Vergis u niet, mensen, die avond was enorm uplifting en positief, maar het sentiment waar we tegen ons richten, waar we ons tegen richten, is daarmee niet weg en het is puur vergif. En erger nog, die agressiviteit wordt steeds sterker. Deze week nog, dames en heren, werd tijdens een bijeenkomst, een politiek debat in de Maranatenkerk in Den Haag, tegen de aanwezige Duitse predikant Axel Wicke, die daar predikant is, en die het waagde om iets kalmerends te zeggen over de islam, tegen hem werd geschreeuwd, vieze mof, jou schoppen we er straks uit. Dat waren aanhangers van Thierry Baudet. Laat u dit even tot u doordringen. Die kant gaan we dus op. Alles wat de aanhangers van die rechtse demagogen als Baudet niet bevalt, alles wat niet in hun straatje past moet oprotten, hun bek houden, dood met EAU, zoals dat vreselijke weblog geen stijl dat zogenaamd grappig opschrijft. Misschien beseft u het nog niet helemaal, maar het is oorlog, mensen. Populistisch rechts is van plan om ons, mensen als u en ik, de goedwillenden in de samenleving, definitief het zwijgen op te leggen. En de moslims zijn de kanarie in de kolenmijn. Zij zijn de joden van u. Let goed op wat er met hen gebeurt, hè. Ik citeer hier de beroemde Duitse theoloog Martin Niemöller. Toen de nazi's de communisten haalden, heb ik gezwegen, want ik was geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten, heb ik gezwegen, want ik was geen sociaaldemocraat. Toen ze de vakbondsmensen haalden en daarna de joden, heb ik gezwegen, want ik was niet één van hen. En toen ze voor mij kwamen, was er niemand meer om te protesteren. Laat het niet zo ver komen, mensen. Kom in verzet. Accepteer niet langer dat er angst wordt gezaaid voor de komende generaties. U en ik, we hebben kinderen. In wat voor wereld willen wij dat die opgroeien? En onderschat niet de potentie van hitsers als Baudet, Thierry Baudet. Hij is nog jong, hij is welsprekend, intelligent, hij kan nog decennia mee. Als Wilders straks in de Verenigde Staten een leven leidt van spreekbeurten en lezingen, dan neemt Baudet het stokje over en dan zal hij als de belangrijkste rechtse rattenvanger van Nederland de geschiedenis ingaan. En ik geef het zijn tegenstanders te doen. Tegen Baudet's welbespraaktheid, zijn schijnbare beschaving, zijn eruditie, gaan ze het afleggen. Stuk voor stuk. En als dan het monster zijn ware gezicht laat zien, dat wat eerder deze week al rudimentair zichtbaar werd in die kerk in Den Haag, dan zal het te laat zijn, dames en heren. Dan zullen de massa's door die jarenlange ophitserij, eerst van Fortuyn, toen van Wilders, nu door Baudet en het tuig van geen pijl, en door de PVV-racist Joost Niemöller, noem maar op, met Wierduk als begeleidend schrijver. Ze zullen zo murf zijn gebeukt dat ze alles zullen geloven. Fake news, alternative facts, alternatieve feiten. Het zal er allemaal aan bijdragen om onze linkse beweging af te schilderen als de ergste vijand van het blanke Nederlandse volk. Wij zullen, zoals al die mensen in het gedicht van Niemöller, één voor één worden aangepakt. En als we hier niets tegen ondernemen, zullen we naar de slagbank worden geleid. Tot er niemand meer is om af te voeren. U denkt dat ik overdrijf natuurlijk. Nou ja, kijk wat er gaande is in de Verenigde Staten dan. Lees de teksten van Steve Bannon, Trumps belangrijkste ideoloog. Begrijp zijn obscure, racistische, autoritaire en suprematistische ideeën die opvallende overeenkomsten vertonen met de staatsfilosofie die op dit moment in Rusland dominant is en die onder andere door Wierduk wordt gepropageerd. We zijn met Trump aanbeland in een heuse nachtmerrie, mensen. Niet minder dan dat. Besef dat Wilders, Baudet en hun loopjongens en elders in Europa, de AfD, Le Pen, Orbán, allemaal uit diezelfde mal zijn gesneden.
Of je het nu alt-right noemt of populistisch rechts, het is in mijn analyse is dit het eigentijdse fascisme. Dus hoezo verbinden? Er valt niks te verbinden. De opdracht van mijn generatie is de opdracht van jullie, van mij, van ons. Van al die jongeren in het pakhuis en Zwijger. En ik hoop ook nog van linkse ouderen, die paar die er nog zijn, om ons te verzetten. Nee, niet de geschiedenis herhaalt zich. Meestal niet, nee, maar nu even wel. Dit, mensen, zijn onze jaren 30. Doe uw ogen open en zie wat er gaande is. Blijf niet op je kont zitten, laat de ironie achter je. Ga de straat op, schrijf pamfletten, organiseer bijeenkomsten zoals wij deden. En als het moet, als na 15 maart Wilders premier is, want het gaat hier worden, pleeg dan verzet, wees burgerlijk ongehoorzaam. Laat jullie klootzakken niet voorschrijven hoe wij te leven hebben. Hun rechtsstaat is niet de onze. Ik laat u achter met het plan van actie. Ons eerste doel moet zijn de moslims te bereiken. Er waren te weinig allochtonen op die avond in het pakhuis in Zwijger. Ik moest zelfs tegenover Wierduk, die me daar venijnig op wees, bekennen dat ik domweg te weinig Marokkanen en Turken ken. Ja, witte grachtengordel ben ik, maar dan wel uit Brabant. Help mij, help ons. Help ons de moslims van Nederland te bereiken om hen te kunnen beschermen. Mensen, zij zullen de eerste zijn die de klappen gaan krijgen. Het is aan ons om aan hun zijde te staan en samen met hen die klappen op te vangen. Solidair en standvastig. Als mijn generatie ooit met recht deze woorden in de mond nam, dan is het nu no pasaran. Wij zijn het volk. Dank u wel.